ik ben natuurlijk niet zo lang uit. Het is maar een paar weken, dus ja, het verloopt wel goed. Ça fait deux semaines maintenant, hein. J'ai commencé le lendemain de ma blessure. C'est plutôt positif parce qu'aujourd'hui je remarche, je recours, je suis même sur le point de pouvoir rejouer. En het is zo dat voor langdurige blessures altijd naar hier moeten komen, omdat je hier toch wel de accommodatie hebt en ook wel het professionele van Callewaard en Wemel. Stijn De Smet en Maxime Chanot werken keihard aan een terugkeer in het revalidatiecentrum. Beide spelers raakten de afgelopen weken geblesseerd aan de enkel. Ja, ik zit met een klein scheurtje in een van de ligamenten van mijn enkel. Dus, normaal gezien moet ik een week of twee komen revalideren hier. Je me suis blessé à la cheville pendant le match de Westerlo. Je suis mal retombé, je me suis fait une grosse contusion à l'os. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu de l'histoire ancienne. Je me sens très très bien, donc ça va. Mm-hmm. Et c'est vraiment la diff, c'est quand vraiment je m'échauffe effectivement. Ouais. Comme on l'avait vu ici. Là, j'avais mal encore, ouais. Tu vois. Ouais. Faut que j'aille vite. Ouais, mais c'est ça que j'en ai parlé hier avec Jasper aussi. Wij combineren een aantal zaken. Wij proberen ze fysisch in orde te houden. Ze blijven fysisch werken, want dat is uiteindelijk belangrijk. Zodra dat die enkel in orde is, moeten zij ook fysisch paraat staan om te kunnen terug aan te pikken. Dus dat is factor 1. Twee, voor beide hun problemen zijn stabilisatietrainingen heel belangrijk. Die enkel moet een verminderde stabiliteit herwinnen. Heel vlak ondergrond, dus je gaat daar geen controleproblemen hebben. Maar je moet wel druk zetten op die binnenkant. De voetballers werken individueel aan hun comeback. Voetbal is een ploegsport. Daarom is het contact met de rest van het team tijdens de revalidatie heel belangrijk. Oui, je me déplace au club quasiment tous les jours. Je viens aussi voir Jasper, notre kiné qui est au club, qui fait aussi du bon travail. Donc oui, ça me permet de voir les coéquipiers, ça me permet de parler avec eux et de garder quand même contact parce que c'est important.